De mammoets onder de billboards lijken exclusief weggelegd voor grote multinationals. Maar niets is minder waar, zo bewijst het Nederlandse SEP. Eigenlijk hebben wij het billboarden opnieuw uitgevonden. Het lingeriemerk is in amper 3 jaar tijd in het hele land bekend geworden. Met hitsige posters, zoals hier in de Amsterdamse metro, trekt SEP de aandacht overal naar zich toe. De modellenfoto's worden met Photoshop zo zwaar mogelijk toegetakeld. Het is eigen Photoshop, maar het is echt gewoon zo zwaar bewerken dat het er niet realistisch uitziet, maar wel heel erg leuk. De directie ziet de verkoop in hoog tempo oplopen. In 2009 bedroeg de omzet 11 miljoen euro. Dit jaar mikt SEP op bijna het dubbele. 8% van de omzet gaat op aan marketing. Ik geloof in het neerzetten van een merk, maar je moet wel durven. Je moet wel je ballen op tafel leggen. Ja. En het is go or no go. En wij hebben hem voor een go gekozen. Naast de posters zorgt de lingerieoorlog met Marlies Dekkers voor nog meer aandacht. De ontwerpster sleepte SEP voor de rechter op verdenking van namaak. Iedereen denkt dat wij een kopieerapparaat hebben staan, maar dat is niet zo. Op eigen kracht en met dezelfde brutaliteit richt SEP nu ook zijn pijlen op succes in Duitsland. De marketingtrucs moeten ook daar de markt in razend tempo openbreken. Ik denk dat ze in Duitsland zich rot gaan schrikken. Ze hadden natuurlijk die billboards normaal stampvol met Opeltjes en BMW's en weet ik veel allemaal. Duitse autootjes, Volkswagen staan. Nou, die hebben het ook allemaal niet zo breed. Dus die reclamebusiness in Duitsland, ja, die is ook aardig vastgelopen. Dus die zullen wel heel erg blij zijn als Herr Heilbronn langskomt, die voor weinig wil kopen.